Na de herfstvakantie stond de kinderen van de basisschool Klein Hasselt een grote verrassing te wachten. Een aardbol voor de onderbouw en een zon voor de bovenbouw zijn de twee nieuwe werkplekken voor de leerlingen. Deze inspirerende inrichting hoort bij het thema Leren zonder grenzen. De scholieren hebben nu een eigen plek waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Onder schooltijd is het vooral zelfstandige verwerking die ze hier doen. Dus ze kunnen hier zelf een rustig plekje opzoeken en of alleen of samen aan de slag gaan. Maar er gaat ook wel eens een onderwijsassistent zitten met een kind of met een groepje kinderen. En dan kunnen ze één op één instructie krijgen. Dus eigenlijk verschillende doeleinden. Soms verwerken, soms samen, soms lezen. Kan van alles zijn. De juffen en meesters van de school hebben ook veel baat bij deze transformatie. Ja, nu wij deze bol zon mogen gebruiken, het is veel anders. Hè. Het is heel anders dan de aparte hokjes die we voorheen hadden, die gewoon afgesloten waren en vrij saai waren. Deze ruimte biedt gewoon ook voor ons een hele openheid in sfeer. En ja, toen ik hier na de vakantie deze bol zag, toen dacht ik echt, oh, dit is echt vet. Hier wil ik mee werken, dit was leuk. Dus dat is ook voor de leerkrachten handelen een nieuwe inspiratie. Ook de leerlingen zijn blij met de nieuwe werkplek. Het is soms wel heel vol, daar ga ik er niet in zitten, maar ik ben wel blij dat het er wel is. Ik vind het heel bijzonder en ik ben heel erg blij dat het er is, want dan kan je rustig oefenen en lezen en leren en zo.